Weet je, het probleem is met deze video's, als ik zo naar een evenement toe ga of naar een winkel, het is zo vroeg en dan krijgen we dit soort intro's. Goedemorgen allemaal en welkom bij een speciale vlogvideo. Ja, ik moest Gregory ophalen van het station, alleen hij was te laat, dus daarom was eigenlijk de gehaaste intro niet nodig en fout hier. Het is geen extra zomertijd, het bestaat niet. Jawel, maar dat komt omdat ik van Hoorn kom aangevlogen. In Hoorn hebben ze extra zomertijd. Nee, jij bent een houter. Ben ik een houter? Ja, ik probeer een beetje duidelijk te maken naar ons project waar we al maanden in geheim mee bezig zijn. Dus, oh. Want namelijk, we zijn onderweg naar René. Ik zou even wat zachter, want dat zit al verleidend zo. En dan gooi jij er eens even een leuk muziekje in. Niet dat muziekje, we zitten in een auto, niet op de fiets. Goed, nou in ieder geval, we gaan dus nou naar René Cards, want we gaan weer een paar unboxings doen. Die unboxings trouwens, misschien dat ik een paar pakjes openmaak in deze video om gewoon een beetje een teaser te maken. Maar dat wordt een aparte video, dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. En niet te vergeten, daarin komen we Magic Card tegen. We zijn nu eerst onderweg naar Epsol. Want ja. We moeten eerst Epsol ophalen. Mew die zou daar zijn. Zapdos. Nou, zeg het dan maar. Nee, ik heb het al gezegd. Ik ben onderbroken met u. Ik moet op de weg letten, serieus. Zoom niet in op mij. Dat komt zo wel uit, volgens. Nee, dat is wel echt serieus. Dus, maar dat is nou waar we naartoe gaan. Dit is de weg. Leuk. De cameraman heeft een vertraging. Dit is de weg. De camera lessen gaan volgen, volgens mij, want die gaat fout. Hij Ik bedoel, professor, wat je dan ook bent voor boom, het maakt niet uit. Ik ben wel een oude wijze boom. Nee, dat is alleen maar de Great Deco Tree en die heeft een snor. Ja, ik heb ook een snor. Ja, dat weet ik maar. Dus... deze boom heeft een snor. Ja, maar je hebt een baard. En een grote mond. Ja, een hele grote mond. Een hele dikke. Dus dit is de snelweg. En we zijn dus nu onderweg naar Epsol. En dat wordt een disaster in verband met Epsol. En snelweg en zo. Volgens mij zijn we er, denk ik. Wat een rotweg! Ja, er staat niks achter je. De cameraman die is bang dat hij op zijn bel flikkert. En van mij mag hij op zijn bel flikkeren, ik ben boos op hem. Dankzij hem zijn we te laat. Echt. Nee, u moet omrijden via die weg. En dan rij je via die weg. Nee, die weg is afgesloten. Rij je de andere weg. Nee, dan moet je weer zo rijden. We hebben gewoon 25 kilometer omgereden. Gereden. Weet je wat, misschien moeten wij gewoon die kant... Ik mag ook wel zijwaarts... Daar gaat je bal weer. Ik mag ook wel zijwaarts filmen, hoor. Ik bedoel, jij hoort er ook bij. Je mag ook spreken. Jij weet welke kant op moeten. Nou, we gaan... die weg vervolgen, mensen. Oh, waar die fietsers vandaan komen? Ja. Ja. Jullie gaan weg, wij komen die kant op. Hoi! Doei! Die kant op toch? Nee, die kant. Welke? Ja, die kant, dat zeg ik. Die kant, ja, precies. Ja, ja. Die kant. Daar hebben we de hoek. En de camera draait naar die hoek. We moeten script maken. Ik ben benieuwd of ze er zin in hebben. Ik denk niet. Het lijkt wel super moe. Goedemorgen. Hey. Ja, zit dat wel zo? Jongen, 26 omwegen, 23 treinen later. Zijn schuld. En ja, we zijn er dus. Jee, eindelijk. Ik haat omwegen, serieus. Man, dus heel erg veel schut met de camera en niet weet waar dat hij moet filmen. Maar toch een hele awesome gast is, heeft hij nou voor mij een presentje. Waarschijnlijk ook dat hij nu te laat was met de trein. Ik ga vandaag hem helemaal zwart maken, heeft hij verdiend. Ik bedoel, hij heeft een dark type bij zich, dus hoort het erbij. Zwart maken. Ja, precies. Dus dan moet ik hem heel voorzichtig openmaken. Heel voorzichtig. Ik ben hier slecht in, jongens. Ik ben hier heel slecht in. En René heeft koffie. Koffie gaat eigenlijk voor maken. Waarom zit iedereen nou al op mijn vingers te kijken? Jongens, de unboxings zijn nog niet begonnen. Schei uit.
Oh. Komt op een muur. Dus. Wat staat er onder? Felonia. Wie is dat? Dat is namelijk, was bij een cosplay meeting. En namelijk een vriend van mij, Danny, die, dat is zijn zus, die heeft namelijk een prijs gemaakt voor de loterij. En ik heb meegedaan met de loterij, want ik wilde die voor jou winnen. Oh, en je hebt gewonnen. Ook nog eens. Hoeveel geluk is dat? Nou, die is wel awesome. Die is echt awesome. René, wat vind jij? Ja, die is leuk. Duim omhoog. Like for days. Nou, ik heb dus net al het horen gekregen. Ik word flink aan het werk gezet. Ik heb heel veel te unboxen. Dat wordt dus in verspreide video's gegooid. Dit is vandaag gewoon een gezellige vlogdag. We gaan er gewoon een gezellige dag van maken. Ik bedoel, ik heb het jullie beloofd trouwens. Dus we hebben onze Absol. Magikarp die is onderweg. Daar hebben we onze Mew. En jullie kennen hem nog wel, onze Pidgey. Ik bedoel Zapdos. Zapdos. Tijd geleden inderdaad. Zapdos, zeg iets! Zeg iets uit de serie! Doe iets! Dit wordt spannend, heb ik erover nadenken. Dit wordt heel spannend. Het koffieapparaat geluid maakt het helemaal af. Hoe ging er nou ook weer? Iets van... ik lig eruit. Ik lig eruit? Nee, dat was... En daar ga ik. En daar ga ik. Echt heel veel emotie ook als hij me aankomt. Nee, het was een hele leuke serie. Ja, dat was een leuke serie. Dus in ieder geval heel erg bedankt en zo. Dus we gaan dadelijk de setup al klaarzetten als mijn eerst koffie. Nou, zoals jullie ondertussen zien, dit wordt allemaal geunboxed. Er komen dus heel veel unboxing video's aan. We hebben dus een boosterbox van Sun & Moon. Ook Audience Rising. Dat is de moon. Staat erachter. Deze die zal ik in deze vlog doen. Ik bedoel, deze die doe ik dan mooi in deze vlog mee. We hebben toch nog een leuke unboxing op deze vlog. Dus we hebben deze vier bakjes die er dan bij worden gedaan. We hebben Fates Collide, die doe ik in de studio. We hebben een Pokémon Sun & Moon Guardians Rising. Die doen we hier ook toevallig. Deze die wordt speciaal gedaan door onze cameraman. Dat is al met de ramp. We hebben hier ook nog de Kingdra EX box. Die gaan wij ook nog unboxen. En natuurlijk een hele mooie. Dus ik ga hem al een heel klein beetje spoilen. Ik ga hem al een beetje... de rest boeit niet. De rest boeit niet. Het gaat alleen maar om die. Maar ik knel op. Jongens, jullie zien het allemaal van mij. Dus ik ga gewoon beginnen. Ik ga de set op paar zetten. En laten we eens even beginnen met een unboxing. En daarna ga ik de rest unboxen voor andere future video's. Maar dat komt wel goed. Zie je, ik ben nou zelf cameraman. De cameraman is lui. Ja, dat is de cameraman, hij is lui. En hij is laat en lui. Ja, dat klopt, allebei. En ik ben er trots op. Misschien dat het challenge zijn. Misschien dat het challenge zijn. Nee, kom maar. Ja, waarom deed je dat niet? Absol? Geen idee. Mew, zeg het eens. Mew. Houdaar. Hound, 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 hound. Jongens, dit is allemaal een stille hint van wat er nog te komen gaat. Of al eigenlijk al misschien is ge... Weet niet, ligt aan onze Magikarp die er nog niet is. Waar is Magikarp? Hij is nog... Hij is bezig met iedereen te splashen. Ja, waarschijnlijk is hij zijn auto aan het uitleggen dat hij moet rennen. Sorry. Hallo, even de editor hier. Jongens, de volgende scène die is opgenomen met de microfoon. Dus zoals jullie weten, op het moment dat we de microfoon gebruiken, dan hebben wij het probleem dat het geluid niet goed wil gaan werken op telefoonkijkers. Dus als je op je telefoon aan het kijken bent, raad ik aan om eventjes een headset in te pluggen. Dan hoor je het geluid op heel erg goed. En als je aan het kijken bent op een tablet of op een televisiescherm, computerscherm, weet ik het allemaal nog meer, dan zal het geluid gewoon goed werken. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. We'll be right back.
Thank you.
Take 2, wij mogen niet spoileren, want er zijn heel veel video's, er zijn heel veel takes genomen, die komen verspreid over, nou nee, niet de dag, maand, ja. 2 maanden, er is nog zoveel, ik heb nog heel veel ook in mijn rugzak zitten die ik nog moet unboxen, Fates Collide, een hele boosterbox zelfs, dus er wordt ook een 3-part ervan gemaakt. De Full Art Jolteon EX box die wordt natuurlijk nog gemaakt. Maar ja, zoals altijd, aan elke dag komt een eind. Ik heb nog een klote eind te rijden. Maar dat komt ook wel goed. Nee, dat hoef je niet. Hoezo? Hoezo moet dat je eerst langs mij moet. Ja, oh, wat een ramp. Jij ligt op de route. Oh, okay. Nevermind, I said nothing. En dan tussendoor naar de wc. Ja. Ja, precies. Net zoals op de heenweg. En kijk, ik moet even voor je zeggen tegen de bunny en zo. Ja. Dus doen van, jullie moeten erbij staan zo. Jullie moeten erbij staan zo. Dus, je moet gewoon. Zo goed! Ja. Oké, okay, editor, nou moet je. Ja, nou zie ik Mew niet. Mew, je moet een beetje. Ik kom meteen staan. Nee, gewoon een beetje dichterbij. Kijk, ik staan. Nu ben je in beeld. Oké, en editor, nu wil ik dat je framepjes eventjes neer gaat zetten. Dat wordt namelijk de thumbnail. Iedereen met zijn framepjes op zijn kop. Wij zijn Pokémon, waarom? Oké, het is geen grap meer, jongens. Het gaat nu eruit gaan komen. Pokémon, Hardcore, Mystery Dungeon. Jij moet echt die intro muziek klaar gaan maken. Dat is nu een feit. En wij gaan inderdaad Pokémon Mystery Dungeon Hardcore. We hebben hier al 5 van de 7. Want onze Lucario. Gooi ze er heel eventjes onderin. Lucario en Litten die zitten ja, dus Leroy en Erwin. Die horen er ook bij. Ja. In ieder geval, René, enorm bedankt. Ik zie je er in eentje bij staan. Bedankt voor de leuke unboxings. Ja. Er komt veel meer aan. Was gezellig. Ja. Zeker. En we zien jou weer bij AnimeCon. Ja. Oh ja, ik ben aanwezig bij AnimeCon. Ik ook. Yay, hij ook. Dus, ik niet. Jongens, ik krijg een hele lange arm, dus ik geef de camera gewoon aan mijn cameraman. Ja. Daar heb ik jou voor. Maak jezelf nuttig. Hij is mijn cameraman. Hij heeft echt van deze vlog misschien net 5 minuten gefilmd. Hoe lang is de video? Ja, dat bedoel ik. Dus, hij is ook geluidstechnicus vooruit dan. We rollen. Jij helemaal gewoon meelopen. Walking. Kijk, jij komt eigenlijk heus nog wel in beeld hoor. Maak je daar geen zorgen over. Maar je bent zo weinig cameraman geweest. Dus doe nou maar eens een keer jezelf nuttig maken. Doet hij het weer? Oké, hij is gewoon een slechte cameraman. De camera heeft ook al zoiets van, oh nee, niet deze gast weer. Echt zo, screw it, ik kap hem weg. Screw it, I will stop walking now. Serieus, ik wil vasthouden door een spook, wat wil je? Dit is ghost cam. Dus, Dit is Hannah Ranjou. Ja. In ieder geval, aan elke leuke dag komt een eind. We hebben een hele leuke dag gehad. Ja. Dus wat er allemaal vandaag eigenlijk gebeurd is met unboxings, ja, dat komt in een andere video. Ik kan alvast vertellen, dat wordt leuk. Ja. Gregory heeft zelfs zijn eigen video. Ja. Dus dat. Er is in ieder geval heel veel naar uit te kijken. Erik gaat in ieder geval voor de intro zorgen, waardoor dat dus Hardcore snel online gaat komen. De trailer die zou heel snel komen. En voor de rest, ja, ik hoop dat jullie het ook eigenlijk heel erg leuk hebben gehad. Hij zit hier in een ground om raar rondjes te draaien. Dat is geen ground, dat is Flareon. Ik vind nog steeds awesome. Ja, zie je dat al? Met de Flareon shirt en ik niet. En je hebt een Umbreon vast. Yes. En een Eevee. Yes. En nog wat een cadeautje, dat is awesome. No. In ieder geval, Greg, kom er wel even bij. Ja. Nou, hou ik hem wel zo vast. Oh, ja, ik heb hem. Moet je wel het klepje omdraaien. Draai hem! Oh, ik heb hem omgedraaid! Kijk, nou sta ik niet in beeld. Lekker pur. Doe ik het lekker uit. Wacht, zo. Kijk, dichtbij. Ja. Goed zo. Denk maar dat ik Sylveon ben. Zo hoort dat. Goed. Ja. Nou, in ieder geval, zo probeer ik dus tegen jullie te zeggen... Dit is raar, maar dat maakt niet uit. Zo probeer ik dus tegen jullie te zeggen... Jullie zien mijn pet, dit klopt niet. Dit breekt de merch. Je kan nog een stukje bijdraaien. Ja. Zie je? Kijk, die zonnebril!
Waarom die zonnebril? Nou, ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Step. Dank u wel. Dus, leuk kenteken trouwens. Maar, mooie auto. Leuk, mooie kleur. Dus, ik dank jullie voor het kijken. Dus heb je een leukste momentje. Het link van de winkel staat in de beschrijving. Het adres zou ik ook neerzetten, waar dat je de winkel natuurlijk kan vinden. Wil je daar ooit een keertje naartoe komen? Online bestellen kan natuurlijk ook. Ja, promoten. En reclame hier. Ja, van Recards. Hier nog een keertje de reclame. Of je recht over je gezicht heen. Dat is een mooie editen. Ja. Oh mijn god, krijgen we weer die boze met elkaar. Maar ben ik... Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video weer. Daar. Doei! Miuw, neem jij er ook op? Noem jij dit nou ook zo? Ja, doei! Anders sla ik met...